Dag allemaal, welkom bij deze bespreking van Julius Caesar de Bello Gallico, boek 6, paragraaf 21, regel 1 tot en met 4. We hebben het over Germanië en zijn bewoners en de godsdienst en de leefwijze der Germanen. Eerst heeft hij gehad over de Galliërs. En dan zegt hij, Germani multum ab hac consuetudine differunt. De Germanen verschillen, dat is gewoon het derde persoon meervoud presens van differre, dat betekent verschillen, verschillend zijn. Multum, veel, bijwoord hier. De Germanen verschillen veel van, amp is hier van, haak, ablatief is enkel fout vrouwelijk, van hik, haik, hok. Dus van deze consuetudo, dat is leefwijze. Dus dat is, hij zegt eigenlijk dat de Germanen dus heel anders zijn dan de Galliërs. Germanen verschillen veel van deze leefwijze. Punt. Nam neque druides habent, qui rebus divinis praesint, neque sacrifici student. Want ze hebben nog druides, want ze hebben dus geen druides en ook niet. Hè? Dat komt later. Want nog hebben ze druides, want ze hebben geen druides die praesint. Praesse betekent aan het hoofd staan van, de leiding hebben over. Gaat een dativus altijd bij. Praesint is hier een conjunctivus. Sint is een conjunctivus van sunt eigenlijk. Hè. En praesint, dat is een conjunctivus achter qui. En het geeft weer een karakterisering aan. Dat hebben we in de vorige tekst ook gezien. Wat zijn het voor mensen, die druiden, hè, zoals bij de Galliërs? Nou, die staan aan het hoofd van de rebus divinis, van de goddelijke zaken. Rebus divinis. Divinis, rebus, goddelijke zaken. Want ze hebben geen druides die aan het hoofd zijn staan van goddelijke zaken. En ook niet leggen ze zich toe op sacrificiis, offers. En ze houden zich niet bezig met offers. Dativus, altijd achter studeo. Deorum numero eos solos ducunt quos cernunt et quorum aperte opibus juvantur solem et vulcanum et lunam. Volgorde is beste hier. Alleen hen rekenen ze tot het aantal der goden. Dat is een genitieve meervoud hè, van Deus. Dat is een beetje gek hier. Ducunt, ducere is hier dus rekenen of tellen of onder iets tellen, onder iets rekenen. En wat dan is een dativus hier? Onder het aantal, onder het getal van de goden. Dus ze beschouwen alleen hen als goden, zo zou ik ook kunnen zeggen. Die kern die zij zien. Kern is onderscheiden, echt kunnen zien daadwerkelijk. En dan wordt het een beetje ingewikkeld. Opibus is ablativus, die moeten we even eerst nemen. En er hoort quorum bij. Quorum is natuurlijk een genitivus van qui quae pot in meervoud. Dus iets als van wie. En dan aperte openlijk, duidelijk. Opibus was dus ablativus van macht. Opes. Opes is een meervoudig woord, maar dat betekent in het meervoud macht. In het enkelvoud dus als rijkdom, maar dat is niet aan de orde hier. En juvantur, derde persoon meervoud, passief van presens, van juvare helpen. Dus door de macht van wie ze daadwerkelijk, ze openlijk geholpen worden. Nou, het werkt nog beter als je quorum vertaalt als wiens. En door wiens macht ze openlijk geholpen worden. Dus ze beschouwen alleen hen als goden die zij zien. En door wiens macht ze openlijk geholpen worden. Namelijk Solem, de zon, Sol. Vulcanum, Vulcanus, de god van de vulkanen en van de smederij. En Luna, de maan. Reliquos ne fama quidem accepirunt. De overige goden die de Romeinen allemaal kennen. Hè, de overigen. Accepirunt, perfectum van accipere, aannemen, ontvangen. Dus hebben ze ontvangen. Ne fama quidem. Nequidem betekent zelfs niet. Dat altijd voor en daarachter gecombineerd. Fama, ablativus. Door een gerucht. Dus doordat mensen erover vertellen. En je zou het ook kunnen vertalen hier. Zelfs niet van horen zeggen. Dus de overigen hebben ze zelfs niet van horen zeggen ontvangen. Daar weten ze zelfs niet van horen zeggen iets van. Die kennen ze zelfs niet van horen zeggen.
even wat alternatieve vertalingen voor acceperunt gekozen hier. Vita omnis in venationibus ad quin studiis rei militaris consistit, a parvis labori acturitiae student. Het hele leven, vita omnis, consistit, bestaat uit venationibus. En venatio is de jacht. Meervoud venationes zijn dan jachtpartijen. En dat in de ablativus, omdat het achterin staat. Dus bestaat uit jachtpartijen, atque en, zelfs et, uit studia, studii is ablativus, maar studia is de nominativus. En dat is meervoud van studium, dat heeft te maken met waar je je mee bezighoudt. Dus laten we zeggen belangstelling of bemoeienis met. Laten we zeggen belangstelling voor. En waarvoor dan staat in de genitivus de res militaris. Letterlijk de militaire zaak. Laten we zeggen krijgskunde. Hoe je oorlog moet voeren. Dus het hele leven bestaat uit jachtpartijen en uit belangstelling voor de krijgskunde. A parvis, uitdrukking voor a parvis puris, dus vanaf kleine jongens, ofwel vanaf kleins af aan, uitdrukking. Student, hebben we hier ook gezien, houden zij zich bezig met, weer dativus, net als daar, met labori, labor, hard werken. En duritia, durus is hard, en duritia is hardheid. Dus van kleins af aan houden ze zich bezig met hard werken en hardheid. Germanen worden hier dus gekarakteriseerd als een vreselijke woestelingen eigenlijk, die alleen maar weten van oorlog en jagen en hard zijn enzovoort. Niks, geen beschaving. Uiteraard weer om zijn vijanden zo gevaarlijk mogelijk af te schilderen, doet Caesar dat hier zo. Zodat hij daar uiteindelijk zelf beter afkomt als hij uitlegt hoe hij ze verslaat. Tot zover, dank u wel voor het kijken en tot de volgende video.